Die van de mij is altijd vrolijk. Dus die pas ik, echt een kuthond eigenlijk. Die pas ik niet eens aan. Ja. Dit beeld kent u. Tom Dumoulin deelt handtekeningen uit aan zijn fans. Die van heinde en verre speciaal voor de Limburger naar Luik zijn gekomen. Dumoulin zat de afgelopen weken in Spanje op hoogtestage met teamgenoten Louis Vervaken en Sam Ome. En dat beviel uitstekend. Ja, goed. We hadden niet zo geluk met het weer. Hier sneeuwde bergtop. Hier was het beter, maar we hebben op zich wel met een beetje challenges wel redelijk goed kunnen trainen. Of gewoon heel goed eigenlijk. Was het wat je nodig had? Hoogtestage werkt voor mij. In het verleden heeft het heel vaak heel goed gewerkt. Dus heb je dat dan nodig? Ik denk van wel, ja. En in combinatie met die twee heren, hoe was dat? Want zij moeten jou toch op die berg ook gaan helpen. Want vorig jaar was je wel heel erg solo af en toe. In de Giro. Ja. Sam heeft mij een paar keer goed naar de kloten gereden. In lange trainingen. Dus ik denk dat het met zijn vorm in ieder geval wel goed zit. Maak je niet druk? Nee, om hem niet. Nee, om mezelf misschien maar. Nee. Je kopt hem zelf in. Jouw winter was natuurlijk wel mechanische snufjes hier, remblokje daar, valpartijtje. Noemen ze dat rock bottom in vakjargon? Nee. Nou, wel een beetje, ja. In Tirreno was het echt wel, was ik echt wel een beetje klaar met alles en iedereen, inclusief mezelf. En misschien had ik dat wel even nodig. En nu heb ik er in ieder geval veel meer zin in dan toen. Dus dat is al een goed teken. Men zegt in Nederland wel eens het grapje dat het baasje op de hond gaat lijken en de hond op het baasje. Dan heb jij een hele mooie viervoeter en witte. Zag je aan hem ook dat jij niet lekker in je vel zat? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Nee, eigenlijk niet. Ik ben niet sip bij. Nee. Die van de mij is altijd vrolijk. Dus die pas ik, echt een kuthond eigenlijk. Die pas ik niet eens aan. Ja. Tom Dumoulin! Nu sta je weer in België in het zonnetje. Het gaat weer beginnen, het circus. Hoe kom jij hier binnen? Want ik zie allerlei mensen die je naam weer roepen. Dan gaat het in jouw hoofd, gaat het belletje weer aan natuurlijk. Ja, ik ben nu echt in de koerssfeer. Dus... Je zit toch een beetje anoniem alleen te wezen op zo'n berg en dan gaat het nu weer, die gekte gaat weer beginnen. En ja, komende weken in Maastricht ga ik hopelijk nog even tot rust kunnen komen en dan in de Giro gaat het helemaal gek worden. Je oogt heel relaxed vind ik weer, alsof je jezelf herpakt hebt. Echt even nodig de afgelopen weken. Ja, denk het wel. Ja. Maar er gaat van alles om afkomen de komende weken en misschien gaat het niet goed. Maar ik heb er nu vrede mee dat zou kunnen gebeuren en we gaan het wel zien. Dat is één positief ding. Als je nou die Giro helemaal niet lukt, als het niet goed gaat, dan kan je weer in de Luwte beginnen over 2 jaar. Daarom, precies. Is dat een goede tactiek? Ja, het heeft alleen maar voordelen.